Dus vandaag een vervolg op de filmpjes die we hebben rond diafragmataal in detail, de werking ervan, het effect ervan op uw beeld en dergelijke meer. We hebben in het vorige filmpje hebben we deze lens al uitvoerig gebruikt om aan te tonen wat deze diafragma ring juist doet met uw diafragma. Dus dan zag je hier, als ik aan de ring draaide, de achterste ring, het diafragma wijzigen. Dit is een lens waarop nog een diafragma ring staat, dus waarmee ik nog gemakkelijk kan aantonen hoe dat juist in zijn werk gaat. Er zijn ook tal van lenzen die, dat is dan typisch de G-series van Nikon, die deze ring helemaal niet meer hebben, dus die enkel nog via de contactpunten naar de body communiceren hoe het diafragma moet ingesteld worden op het moment dat de foto genomen wordt. Nu, bij deze lens is het zo, als we bijvoorbeeld diafragma het al 22 nemen, dat uw camera gebruik maakt van dit hendeltje. Hier zit een hendeltje. En als ik aan dat hendeltje, als ik dat helemaal verplaats, dan zie ik dat de lensopening naar de maximale opening gaat. En uw camera, van het moment dat die lens monteert, zal uw camera het diafragma zo houden, om de eenvoudige reden dat we dan veel licht binnenkrijgen. En zoals je weet, aan een spiegelreflexcamera is veel licht door de zoeker belangrijk op het moment van het maken van de foto, van het maken van de compositie, omdat je dan gemakkelijker kunt scherpstellen. Je hebt een helderder beeld, maar je hebt ook het feit dat de lichtmeter zijn werk beter kan doen als er genoeg licht binnenkomt. Nu, op het moment dat dan de foto echt genomen wordt, dan zal uw camera dit hendeltje voldoende lossen om eigenlijk tot aan het ingestelde diafragma te komen. Wat, als we, laat ons zeggen dat we diafragma 8 geselecteerd hadden hier. Dus bij een manuele camera is het die ring die eigenlijk gebruikt wordt voor het instellen van uw diafragma. Dus op de lens zelf. Een voorbeeld van zo'n camera zijn de Nikon FM-series bijvoorbeeld. Zijn analoge camera's die ook zonder batterij volledig hun werk kunnen doen. Enkel als de batterij plat is of er is geen batterij beschikbaar, zal enkel de lichtmeter niet functioneren. Dus het maken van een foto is nog perfect mogelijk. Uw film wordt ook niet doorgespoeld elektronisch, maar met een hendeltje. Nu, wat wil ik u vertellen? Als we diafragma 8 hebben, dan zie je hier hoe diafragma 8 er bij deze lens uitziet. De camera hield dat volledig open. En op het moment dat de foto genomen wordt, zal de camera dat diafragma 8 dan, door het hendeltje te lossen, diafragma 8 toepassen. En zodra de spiegel erop geklapt is, wordt diafragma weer opengezet, zodat je terug gemakkelijk door de zoeker veel kunt zien en de lichtmeter weer zijn werk kan doen. Dus, belangrijk, bij een manuele camera is het die ring die de instelling van het diafragma bepaalt. Nu, als we naar modernere fototoestellen gaan kijken, bijvoorbeeld de Nikon F80 die ik hier bij de hand heb, dan zie je dat er al gebruik gemaakt wordt van deze contactpunten. Dan zijn hier de mogelijkheid van die contactpunten uit te lezen. En daarmee wordt informatie gestuurd naar de lichtmeter en dergelijke meer. Het koppelen van die lens, hoe koppel je die lens? Hier heb je een aanduiding, een bolletje. En hier heb je ook een bolletje, je zet die tegenover elkaar, je plaatst de lens op de bajonetkoppeling en je draait tot het klikt. Dat klikgeluid, dat is een vergrendeling. Ik heb hier een knop, als ik op deze knop duw, dus eigenlijk als ik die knop niet aanraak, dan is deze lens nu vergrendeld. Ik kan die niet loskoppelen. Als ik die knop hierin druk, dan kan ik de lens terug loskoppelen, dus gewoon terugdraaien naar de positie waarbij deze bolletjes overeenkwamen en de lens er zo afnemen. Het klikgeluid, die vergrendeling die je hoorde, dat is dit pinnetje. Dus op het moment dat je deze lens op die camera duwt, wordt dat pinnetje ingedrukt. En van zodra dit pinnetje in de vergrendeling komt, schiet het terug los. De vergrendeling is, ik geloof dat dit deze opening, ja, ik denk dat dat deze opening is.
waarin dat pinnetje dus terechtkomt. En doordat deze knop dan dat pinnetje terug induwt, kunnen we de lens zo ontkoppelen. Een andere koppeling die gemaakt wordt tussen deze lens en de camera. Deze camera beschikt over autofocus, dus dat betekent dat we kunnen ofwel zo met deze ring de focus uitvoeren, of we kunnen de focus door de camera laten uitvoeren. Maar dan heeft die camera ook een manier nodig om die focusring hier aan te sturen. In deze lens zit geen motor verwerkt, in veel moderne lenzen zit een motor verwerkt, waardoor via die contactpunten die motor aangestuurd kan worden. Dat is hier niet het geval. Dus wat gebeurt er? Deze ring kan aangestuurd worden via deze schroef hier. Als je goed kijkt naar dat schroefje, als ik draai, zie je dat ook mee bewegen. En die schroef wordt hierdoor gegrepen. Nu is dit is een selectieknop voor het instellen van de autofocusmotor. Die staat nu op manueel, dus dat betekent dat er hier niets gegrepen wordt. Dus dat we enkel manueel kunnen focussen. Als we die op een van de autofocusstanden zetten, zoals single of continuous, is gewoon het verschil tussen continu bijfocussen of ene keer focussen, dan zien we dat hier een pinnetje verschenen is. Als we het even terug ontkoppelen, zie je. Dit is vlak, terwijl als we autofocus inschakelen, komt het pinnetje tevoorschijn. En dat grijpt die schroef die hier op de lens voorhanden was. Nu, dat pinnetje kunnen we... We kunnen ook op zich... Dit systeem is wel een vrij luidruchtig systeem. Kan ik even heel snel demonstreren ook. Typisch zijn de motoren die ingebouwd zijn in de lenzen, zijn vaak sneller dan die aansturing hier. Plus dat dus die aansturing, zoals ik zei, vrij luidruchtig is. Als ik deze nu inschakel. We hebben hier, laten we hier naar single focus gaan. Of beter naar continu. Dan zie je de focus gebeuren. En je hoort dat een vrij luidruchtig gebeuren is. Deze camera vereist, en zo goed als elke camera die communiceert met die punten vereist, dat uw lens op het kleinste opening staat, namelijk 22. Je zal zien als ik die lens koppel, en dit staat niet correct, dat er hier een foutmelding verschijnt. Nu, hoe weet deze camera dat die ring wel of niet goed staat? Hier is een tap. En die grijpt deze verhendeling hier, deze knop, kan naar beneden geduwd worden via dit stukje. En dat gaat enkel gebeuren als je diafragma ring, en kijk, als je eraan draait, dan zie je dat dit mee verdraait. Dus dit stuk zal hier enkel op duwen als dit op 22 staat. Kan ik even laten zien opnieuw. Het zijn deze bolletjes. Nu staat dat niet correct. Als ik nu de lichtmeter activeer, dan zien we hier de foutmelding verschijnen. Van zodra ik dit op diafragma getal 22 zet, dan zien we als ik de lichtmeter activeer dat hier een correcte sluitertijd en een correct diafragma getal verschijnt. Dus op deze camera kan je diafragma getal, je kan de lichtmeter hier met dit instelwieltje vooraan, kan je de sluitertijd bepalen. En met dit instelwieltje achteraan kan je diafragma getal, die f2.8 daar, wijzigen. Maar zoals eerder gezegd, blijft uw lens continu, als we bijvoorbeeld kijken naar, laat ons hier bijvoorbeeld opening 8 nemen, wat toch al een vrij kleine opening is, niet super klein, maar toch vrij klein. Dan zien we dat desondanks die lens toch volledig, dus waarschijnlijk wel moeilijk zeg maar moest je hier kunnen doorkijken, dan zie je dat die lens, ondanks dat we diafragma 8 genomen hebben, dat die lens toch volledig open staat. En het is pas op het moment dat wij een foto zouden nemen, dan zou eigenlijk dat diafragma verspringen naar onze keuze. Dit is dan keuze 8. En dan pas wordt de foto gemaakt. Dus, zoals gezegd, dat maakt dat we door onze zoeker meer licht hebben en gemakkelijker kunnen werken. De manier waarop dat aangestuurd wordt, als ik terug de lens ontkoppel, dan zie je hier
dan zien we hier een hendeltje wat deze hendel hier waar ik eerder van sprak aangrijpt. En die zal eigenlijk standaard zal die, dus die lens, ondanks dat we hier nu opening 8 hebben, die kleine opening die zichtbaar is, zal die continu open houden. En pas op het moment dat de foto genomen wordt, zal die naar het werkdiaf, zeg maar, vertaald worden. En dan kan je ook zien hier dit hendeltje, als ik op deze knop hier duw, dit is de knop die het mogelijk maakt om uw diafragma te wijzen van werkdiafragma naar, uw volledig open diafragma, dus de maximale opening, naar uw eigenlijk ingestelde werkdiafragma. En dan zie je dat dit ding zal bewegen om die actie mogelijk te maken. Dus via deze knop. Die knop is er typisch om, als je een foto neemt, het effect te kunnen zien van het diafragma dat je gekozen hebt. Dus stel dat je een landschap fotografeert met diafragma 11 en je wilt weten of dat die verste stukken in beeld of dat klein beetje voorgrond ook scherp in beeld komen met dat diafragma, of dat je nog naar een kleine diafragma moet gaan, dan kan je die knop hier gebruiken om te zien hoeveel van je beeld scherp is. En daarmee hebben we denk ik alles uitgelegd wat betreft het diafragma en de koppeling naar je body toe. En het instellen van je diafragma in je camera body. Er komen sowieso nog een aantal filmpjes aan bod. Ik denk dat we nog zeker 2 filmpjes te goed hebben. Eentje waarbij ik dan die getallenreeks verder ga uitleggen. Dus waarom die getallen er zo opgebouwd zijn. En hoe je die getallen kunt onthouden. En wat de relatie van die getallen ten opzichte van elkaar zijn. Of is. En daarnaast gaan we ook bekijken wat het effect is van je diafragma op je beeld. En dan heb ik het niet over de belichting, maar op de beeldvorming in zin van wat scherpte diepte juist inhoudt. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.